Welkom op weer een nieuwe vlog. Ik ben hier bezig met Torquido. Ik ga namelijk die besturing iets anders maken. Ik had toen zo'n klemmetje eromheen. En dat vond ik eigenlijk niks. Het was eigenlijk een tussenfase natuurlijk. Hè? Ik dacht, jullie komen vast wel met goede ideeën. Maar op een gegeven moment dacht ik zelf, hey, als ik dit nou wil doen, op deze manier, dan spon deze erop. Ik zit dan met de slot boven vast, of iets, Nee, een moer met borgen, zeg maar. Ja, dat ik ook mee, een beetje mee kan draaien. Dan kan hij helemaal, als het goed is, kan hij helemaal over het was. Ja, omdat ik dit nou verlengd heb. En dan maak ik deze kabel aan deze kant. Die kabel aan die kant, zo eromheen. En dan moet het goed kunnen sturen, denk ik. Dus, klusje voor vandaag. In plaats van de shutters, het is nou mooi weer, het is bijna windstil. En de shutters is binnenwerk. Tenminste, ik maak ze binnen. Dus ik kan binnen dit eerst doen. En dan was ik jullie nog een verklaring schuldig. Hè? Waar is de Suzuki? Waar is de Suzuki gebleven? Nou, ik ga er even bij zitten. De Suzuki. Dat was, ja. Het was eigenlijk. In eerste instantie hadden we nog gedacht dat we zo'n motor als deze zouden krijgen. Dus zouden we met een Suzuki gaan. Hè? En dan zou ik met een kleine elektromotor varen als het wind stil is. Op een meertje of zo. Ja, dat we dan op stroom kunnen varen. Maar goed, nou hebben we toch deze Torquido gekregen. En toen dacht ik, dan gaan we daarmee varen natuurlijk. Hè? Er komen straks twee accu's. Dus... als we met de ene varen, kunnen we de andere bijladen, eventueel, als nodig is, hè, met de aggregaat. De 4000 watt aggregaat, die nemen we mee. Dus hebben we dan die Suzuki nog echt nodig? Nou, we zijn tegen elkaar vorige week, vrijdag geloof ik, zijn we tegen elkaar, niet afgelopen vrijdag, maar die week ervoor. Dus toen zijn we, wat doen we? Ik zei, nou, ik denk niet dat we hem gaan gebruiken. Ze zeggen, ja, zal ik hem eens te koop zetten op Marktplaats? Gewoon even kijken, hè. Ik denk, nou, die wordt nooit verkocht, nou, want het is oktober. In oktober stond ze wel geen elektromotor, of een bootmotor koop. Maar, maandag was hij al verkocht, toen is hij opgehaald. Dat is wat. En nog een redelijke prijs ook nog, hè. Wel minder dan wij ervoor betaald hebben, maar ja. Hè, je hebt die kabels van 14 meter. Dat heeft niemand nodig natuurlijk, hè. Dus die was ook vrij duur. Maar goed, we hebben in ieder geval hebben we wat extra centjes over. Dus toen hebben we het toilet kunnen kopen. En nog een paar dingetjes erbij, wat we nog nodig hadden. Dus, en dan doen we het alleen hiermee. Het is wel een stuk spannender natuurlijk, want die Suzuki is dan reserve. Hè? Dan zeg je, nou oké, die kun je zo starten. Maar in principe moet dat met de Torquido ook kunnen. Hè? Dus als die ene accu leeg is, dan moet als goed is die andere weer vol zijn. Die accu's die we nou krijgen, die waren volgens mij in 5 uur vol. Dus, nou, en als de zon schijnt, gaat het natuurlijk via de zonnepaneel. Ja? Maar het gaat meer om in de winter. Nou, stel nou, oké, okay, er vaart net een heel mooi bootje weg. Ja? Een mooi slepertje. Prachtig is dat. Mooi werk. Ja, maar heel weinig ruimte. Maar wel mooi om te zien. Wat wil ik zeggen? Maar ja, in de winter hebben we natuurlijk ook wel eens dat je echt donkere dagen hebt. En dan moeten we even kijken wat het dan kost aan brandstof om de boel op te laden. Maar we moeten sowieso de huisaccu's dan opladen. Dus toen zei ik al, als we de huisaccu's opladen, boordaccu's hoe we het noemen, voor de koelkast en zo. Dan draait het aggregaat toch. En dat kun je ook net zo goed zeggen. Dan laat je tegelijkertijd even die accu op van de Torquido. En dan vaar je dus met de ene en die andere laat op. Dus dan kun je in principe zo onbeperkt kunnen doorvaren. Dat ligt eraan hoe snel je vaart. Dus je moet eigenlijk met zo'n snelheid varen dat de accu in 5 uur leeg is en niet eerder. He? Dan kun je gewoon onbeperkt varen. Maar dan moet je even zien wat het dan kost aan brandstof voor het aggregaat. Als dat heel veel kost, als die veel verbruikt, wat ik niet verwacht trouwens, maar je weet me nooit. Dat kan zijn dat we 's winters af en toe in de jachthaven moeten liggen waar stroom is. Een jachthaven die open is. Lange alle jachthavens zijn natuurlijk ook niet geopend.
Dus dat is even afwachten. Het is allemaal wel spannend. Ja, als straks gaat gebeuren, als we gaan varen, ik weet nog niet precies wanneer, dan gaan we dat allemaal meemaken. En jullie ook, maar jullie gaan mee. Prachtig, hè? Ja, ik heb er echt zin aan. Zo, dan is dat even opgelost weer. Hè? Het verhaal over de Suzuki. En dan ga ik nou verder mee lezen. Zo, dan ga ik even laten zien hoe ver die dwars gaat. Want ik wou hem eigenlijk gebruiken als een beetje als een hekschroef. Hè? Dat die, nou, helemaal dwars kan natuurlijk niet, maar dat die nou ja, ongeveer zo schuin staat. Geef staat daar te sturen. Draai maar eens even linksom. En dan kom ik volgens mij 3,5 slag op het stuur. Kijk eens. Mooi, hè? Dit is echt heel schuin. Als je dan zeg maar bij de kant ligt en je wilt niet voor of achteruit, maar gewoon naar de kant toe, dan doet hij dit wel. Hij zal me heel iets vooruit doen, maar dat is maar minimaal dan. En nou de andere kant op, hè? Kijk eens, mooi, hè? En draait licht. Kijk eens. Als we aan die kant willen afmeren, nee, dan kan het zo. Of achterwaarts, daarheen. Perfect. Het is zondagochtend. En Gea is met de smoothie bezig. Ik wil even laten zien, ik doe dit in de smoothie straks. Of Gea eigenlijk. Helemaal propje vol, zie je dat? Dit is de mungboon. Die was gisteren 3/4, zo'n beetje, zoiets. Dus dat groeit echt zo'n stuk per dag. En die andere twee potten zitten ook nog helemaal vol. Dus ik vanmiddag nog weer in de salade genoeg. Meer dan genoeg. Ik heb eigenlijk te veel gemaakt. Maar wat ik even wou laten zien, dat zijn de lenzen. Hè, die ik had beloofd dat ik die hier zou laten zien. Hè, hoe dat gaat. Maar de pot is al bijna half vol, zie je dat? Dus ga lekker. En toen waren we weer op de boot. Kijk, ik heb weer één shutter klaar. Voor dit raam. En dan ben ik bezig met een shutter voor dit raam. He, daar heb ik een latjes. Alleen die dwarslatjes nog helemaal op maat staan. En dan moet die andere kant nog. En ik moet zeggen, het is iedere keer gaat het sneller. Want ik had die al wel een beetje voorbereid gisteren. Het is nu nog maar 10:30. En dan heb ik die ook klaar. En van deze heb ik al de staanders klaar. En de dorpeltjes, zeg maar, die heb ik al op beide erop. Dus ik hoef alleen nog maar even 40 van die dwarslatjes te zagen. Gaatjes erin boren en vastschroeven. Dus ik denk dat ik het ook wel klaar krijg vandaag nog. Zou wel mooi zijn, ja toch? Wat een lekker weertje, hè? Het is nog het waait een klein beetje. Windkracht 2 of 3 denk ik dat het is. Ik ben zo benieuwd dat als we straks de accu's hebben en we gaan varen, of we dan zeg maar met windkracht 3 gewoon fatsoenlijk kunnen varen. Of dat we een beetje moeite moeten doen. Daar ben ik echt benieuwd naar. Het is wel zo dat. Kijk, zoals hier, als de wind van die kant komt, zoals vrijdag, dan heb je volle wind aan de zijkant. Maar heel veel vaarten, vooral hier in Friesland, daar heb je zeg maar dat er gegraven is of riviertjes, zeg maar, is altijd lager dan het land. Of meestal lager dan het land. Tenminste, nu het land er vlak naast.
De land verderop is misschien wel eens iets lager, maar dan heb je, ja, je hebt als het ware een, misschien wel een meter of zo, misschien iets meer, wat je dan als beschut hebt, zeg maar. Dus de eerste meter van de boot vang ik geen wind. En daarbovenste gedeelte pas. Dus we gaan het allemaal zien. Dan gaan we gaan varen. Maar ik ben echt hartstikke benieuwd. Ik vind het ook wel een beetje spannend. Gaan we die kant op. Om nooit weer terug te komen. Nou ja, zeg nooit nooit, hè. Twinnenplankjes zijn gezaagd. Nou even schuren. En dan de gaatjes in de kapse kant boren, hè, waar de schroefjes in gaan. Zodat ze, zeg maar, kantelbaar zijn. Dat is wel een heel klusje. De gaatjes zitten erin. In alle 40. Dus dan kan ik ze in elkaar zetten. En daar zit hij. Ik moet alleen de bovenkant nog even afwerken. Ik weet nog niet precies hoe ik dat ga doen. Of schuin of recht. Maar dat doe ik later. Het gaat mij er even om dat het nou zo ver klaar is. En we krijgen regelmatig de vraag of wij wel een anker hebben. Nou, die is al zo vaak in beeld geweest. Maar ik snap wel, he, al die video's van een half uur lang, dat de meeste mensen hem niet helemaal van voor naar achter kijken. He. Dat is sepjes soms ook eens wat door. Dan mis je dat natuurlijk. Maar jazeker hebben wij ankers. Kijk, twee stuks, daar in en daar. Daar zit een hele lange ketting aan. Een meter of 6-7 volgens mij. Dat is een licht ankertje. En als het hard waait, gooien we die in het water. Die is eigenlijk voor een veel groter schip dan dit. Kijk maar eens naar het touw wat erbij hoort. En er zit ook een stuk ketting aan. Dus als we die in het water gooien, dan waaien we sowieso niet meer weg. Een sputpaal anker of langs de kant, zeg maar, met gewoon een stuk lijn. En dan ga ik naar buiten om die andere erin te doen. Alleen aan deze kant ligt geen boot. Dus moet ik even wat anders versieren. Of de boot eromheen. Of ik kun weer mijn stuk touw voor naar achteren waar ik daarin ga hangen. Maar dat vind ik geen prettig idee. Nee, dat vind ik geen prettig idee. Stel je valt in de water, zes. Nee, dat touw knapt niet zomaar. Maar goed, dan is het dus allemaal klaar. Dan kunnen we dus de lukjes voor de ramen ook afstrepen. Wij noemen het dan shutters. En dan moeten we alleen nog even hout halen voor schapjes. En dat is hier achter, naast de wasmachine. En de accu's. En dan is het klaar. Ik heb een vaar. Ik heb een vaar, ja. Ja. Gaat prima zo, toch? Op circus doen ze daar ook, hè? Ja, ook? Maar wij zijn niet op circus. Nee. Of in het circus. Ja. Ik heb nou ook wel boren. Ik heb vast zitten. Ja. Schroefjes erin. En dan is dit ook weer klaar. Ik denk dat ik gewoon standaard gewoon zo'n touw hier laat zitten aan beide kanten. Dat is wel handig, hè, als je er langs heen moet. Zo. Alles even een beetje stellen, een beetje aandraaien. En dan is dit klaar. Het is maandagochtend. En kijk eens. De pot is al meer dan half vol. Gaat snel, hè? Nou ja, de rest begint ook behoorlijk te groeien. En ik heb gisteren deze ook alweer gehalveerd, is wel overdreven, maar toch wel een derde eruit gehaald. En hij is nu ook alweer bijna vol, hè, op deze twee dagen. Dus
Het groeit allemaal lekker. Kijk eens. Ik ga ze even weer spoelen. Dat is wat ik elke ochtend gewoon doe. En elke avond even water erin laten lopen en weer leeg laten lopen. Meer niet. Dus zoveel werk is dat niet. Nou, wij gaan even ontbijten. Hè? Een smoothie doen we elke ochtend. En dan gaan we straks naar Harlingen, geloof ik. Hè? Ja. Harlingen en daarna naar Heerenveen. Twee adressen vandaag. Eerste klus in Harlingen. In een werkplaats, houtwerkplaats. Bij een aannemersbedrijf. Daar komt de eerste gat. Dit is mooi, een zelfgezaagde, of zelfgemaakte platenzaag. Ja, mooi. Ja, van de Makita handzaagmachine. Kijk eens. Voor de do-it-selfers onder jullie misschien iets moois om zelf te maken. He? We zijn dus iets eventjes sleupen in de kringloopwinkel. Altijd mooi om te doen. Kijk eens, allemaal kerstboom daar. Compleet met kerstbal en al. Oh, dit is mooi. Een orgeltje. En luchtbal. En zo zijn we weer op de jachthaven in Leeuwarden. Weer een route door Friesland gemaakt. Ja toch? Nou ja, heel Friesland. Ook niet heel Friesland, hè? Gedeelte. Morgen ga ik weer naar het ziekenhuis. Dus we hebben geen boorwerk of zagenwerk morgen. En ik heb namelijk ik weet niet zo lang geleden, het is een half jaar geleden of zo. Had ik hier zo'n raar plekje weg laten halen. En dan moet ik even voor controle weer daarheen. Dan ga ze verder even kijken of er geen gekkigheid bij is gekomen. Dus een makkelijk dagje voor ons, easy day, zeggen ze dan, hè? Voor ons morgen. Even een kleine update van de linzen. Dit zijn ze. Je ziet hier meer naast staan. He, ook de Asuki-boon en zo. En kijk eens, de mungboon. Het zijn gewoon ook heel veel wortels. Dus je hebt wel de talge, maar ook de wortel ervan. He, dus. Hartstikke gezond. Ik snijd dat altijd even in stukjes. Hè? Ik haal het eruit, dan leg ik het even op de snijplank. Even in stukjes. Over zo en over zo. En dan in de salade. Maar, de update van de linzen. Kijk eens. Ik denk dat die pot morgen bijna vol is. En hier heb ik nog niks uitgehaald. Gaat lekker, hè? We zijn terug van het ziekenhuis. En alles was oké. Op een paar kleine dingetjes daar. Die hebben oor, dat is een ruw plekje, zei hij. Maar er was geen huidkanker of zo. En bovenop mijn hoofd ook. Dat is een kostje. Iedere keer als ik eraan kom, zeg maar, dan denk je, nou, dan is het weg. En dan later zit het er weer. Dus dan heeft hij even met, hoe heet dat? Stikstof? Ja, heel koud. Er zit in zo'n soort ijzeren thermosfles, zeg maar. En dan, als hij de dop eraf doet. Dan, zo stop haalt hij eruit, zeg maar. Dan komt er echt helemaal, Ja, het lijkt wel op een tovenaarsdrankje. Ja, heel apart. Dat deed er ook wel even zeer. Ik voel het ook nog steeds. Maar als het goed is, zei hij, dan valt dat straks weg. Valt dat eraf en dan is het weg. Dus ik ben benieuwd. Ik heb wel eens eerder gehoord van mensen, hè, dat ze dat bij hun hadden gedaan. Dus, en dan was de tijd gewoon helemaal weg. Dus ja, goed nieuws dus. Hè? Wat dat betreft. En vandaag is de miserige dag. Ik weet niet of we zo nog op de boot wat gaan doen. Maar als we dat gaan doen, dan film ik dat voor de volgende vlog. Bedankt voor het kijken naar deze. En tot de volgende. Tot zondag.